Ik ben Yves Lampaert. Dit voorjaar volgden we profrenner Yves Lampaert op weg naar zijn Roubaix. Die wedstrijd werd echter verplaatst naar 3 oktober. De komende weken zitten we opnieuw in het wiel van Yves, die ook deze zomer niet heeft stilgezeten. Een hoogdag vandaag. Inderdaad. Fiesta van ons. Op naar de event vandaag. Alles had niet lijn van mijn het een en het andere gedaan voor de sfeer in te krijgen. Het leeft enorm. Het is Lampaertlijn binnen. Als je supporter bent en je kunt maar die fractie doen, ja. Moet je dat doen. Ja. Het is simpel. Dat is zeker alles. Ik heb mijn klank mee, he. Dat zit hier zo'n beetje. Met een gezonde klank. Lampaert! Geen reactie. Wel, van achter nu is dat er misschien. Reactie komt. Dat is chic voor de gemeente Lekkingenmeurs, dat ze zo een app gooien. En dat ze... Het is ook, vind ik, wel heel eer. Voor de gemeente zelf, dat zou een kampioenschap naar Ringmeurs te komen. Ja. Ik hoop toch wel iets meer stress bij te passen. Ik wil je gast niet ontgoochelen eigenlijk? Dat al voor eerst niet, maar ja, tegenstand zou ook niet mensen. Hè. Ja. Ik zie me nog wel redelijk als een concurrent, maar normaal gezien moet je hem niet kloppen natuurlijk. Ja. Dus. Maar niet naar de finish, ik vind dat een beetje te stressig. Ah ja, oké. Okay, ja. We zien wel. We zien wel, het is dat. Daar staat Yves Lampaert. Evenepoel is vertrokken. Daar komen de twee ploegmaats elkaar tegen. De kogel en zijn secondant. Dat zit er straks andersom. Hola. Daar is Jan. Zinderende beelden zijn dit. Wat is gewoon, dat moet gelukken. Technisch had hij dat wint. Ja, maar even de poel wint. Daar gaat hij in elk geval een dijk van een tijd neerzetten. Blijft een volle minuut. Lampaert is kandidaat kampioen. Amai. Oh, echt tot het gaatje, geloof mij. Dit is diep gaan. Klaar, Bart. Dat gaat gebeuren, hè. Is het over en out? Ik dacht ja, dat het over en out is. Over en out. Hey. Lampaert is inderdaad Belgisch kampioen tijdrijden. Vooral de voor. In eigen gemeente. Op de schouders. Mooie kant op. Ja. Die wordt burgemeester. Ja, is mevrouw Lampaert. Straks ook nog eens papa worden. Dat wordt dan plots met de klap een periode die niet om te vergeten is. En één gemeente kan basiskampioen zijn, dat is. Een hele kruur. Voor de rest was het dan. Voilà. Even de poen. Gewoon langer douchen en ja. Zonder nog van klappen. Dat voor mij is dan, ja. Ik zie Yves zo in. Alles voor Yves. Niet te geloven, nee. Ik vind het moeilijk, Ja, he. Zeg toe omdat hij zo onverwachts is. Ik ben daar niet aan, hè. Vreemd vol. Ook geen goed gevoel. Ja. Maar toch gehaald. Zie maar, hè. Ik wil nooit dat geven, hè. Dat vandaag is die bij. We zijn 11 augustus. Er is ondertussen nog heel wat gebeurd. De laatste... Nacht. Dag Yves. Dag Wouter. Ja, ik zit er met groot nieuws.
Ja, onze zoon Alois Lampaert is gekomen. Magnifiek, magnifiek. A vaudrait. Mon ami. Ja, kijk. Ja, wat dan wel. Alsjeblieft. We moeten dat eigenlijk aan de moeder geven. Hè? Ja, ik ga de moeder geven. Je gaat aan de moeder geven. Oh, kom hier, Vince. Ja. Proficiat. Meisje, dank je. Die trouwt je moeder. Ja. Trotse ouders. Zeker, ja, zeker, 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 zeker. Wij zijn trots. Wow, ze. Ja, niet onder een hinder in je van je komst, hè? Dat stond wel dat raakt met je idee. Ja. Jongetje. Mooi jongens toch. Zal hé. Zo, een toekomst nog. Beetje jammer voor je vader en moeder naast. Allee, het is dood dat die vader op hem als hier bent. Ja. Ja, 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 ja.